Goedemorgen jongens, het is vrijdag, een nieuw weekje met Widi. Zoals je ziet ben ik nog lekker ongedoucht. Het was vanmorgen aan het sneeuwen toen ik wakker werd, maar nu schijnt de zon en de vaatwasser is klaar, hoor ik. Huppatee, die gaat uit. Maar goed, ja, nu schijnt de zon dus lekker en dat geeft me meteen al motivatie om gewoon lekker met de dag te beginnen. Ik ga namelijk lekker stampen weer, lekker huiswerk maken. Er zit namelijk een toets aan te komen waarbij heel veel kennis wordt getest, dus ik moet gewoon heel veel leren. Trouwens, look at these grades though. And look at these grades. So I know I'm boring, but I'm not doing it for shit. Ik doe het wel degelijk ergens voor. Ja, ik ga nu dus lekker in mijn boekjes duiken. Ik heb er helemaal zin in, want kijk. Mijn boekjes liggen hier klaar, samen met mijn Stabilo stiftjes. Klaar om gemurderd te worden. Ik vind het gewoon leuk. Ja, alleen maar goed toch? Ik ga eerst nog even eten. En ik heb heel veel zin in bananenpannenkoekjes, dus die ga ik maken. En nadat ik klaar ben met mijn huiswerk, ga ik in de stad wat eten met Vee. Dus daar heb ik ook zin in. Lekker eventjes tijd met mijn katje. Ei en een banaan en heel veel kaneel en... En dan heb je gewoon je bananenpannenkoekjes. Dan stapel ik ze altijd lekker op elkaar. Oh god. Het is nog best lastig als je in je camera kijkt en dit dan doet. Nou, gelukt. Dan flip ik er dus wat framboosjes op. En dan als laatst, dit is niet eens heel erg nodig, want het is al best wel zoet op zichzelf, maar ja. You all know me, I love cakes and sweets and everything that's sugary, so... Beetje honing? En kijk nou, dat is toch gewoon een toetje als ontbijt? Oh, zo lekker. Oké, jongens, we zijn een uur verder en ik heb hoofdstuk 6. Hoofdstuk 5 gedaan, we gaan nu naar hoofdstuk 7. Zoals ik jullie zei, heb ik soms hele rare cravings en... ongeveer 2 weken ben ik hier gewoon heel druk mee bezig, elke dag. En dan eerst met brood, maar gewoon... Al is het op wit brood ook wel echt lekker. Maar ja, wit brood. Is gewoon niet goed voor je. Dit ook niet, maar ja, beter alleen dit dan die combo, toch? Ik had het koud, verwarming op 21 graden, mag niet hoger van Vee. Ik denk ik maak een warme chocomel. Dit was het laatste beetje sojachocomel dat ik had. En it's gone now. Hoezo kan dat niet in de magnetron dan? Zoals je hoort is Vee thuis, dus dat betekent dat we nu lekker gaan eten. Volgens mij gaan we naar de Mexicaan en ik dacht ik ga gewoon hier heerlijk casual, want I just love the casual look. Gaan we de sneeuw weer in? Oh mijn god, oh het is wel echt, ja. We gaan binnenkort de kerstboom halen. En dan kan ik echt zeggen dat it's beginning to look a lot like Christmas. Want het wordt gewoon denk ik een witte kerst. Last Christmas, I gave you my heart. Nou, vorig jaar was ik niet met je hoor. You gave it away. Kijk dan, het is gewoon echte sneeuw nu. Vanmorgen was het nog natte sneeuw. Now it's really white. Het straatje dat ik al schattig vond, ziet er nu nog schattiger uit. Ben je lekker alle maïs aan het overscheppen? Zeker. Lekker. Smakelijk. Goedemorgen jongens, het is vandaag zaterdag. Vee en ik gaan nu eventjes de stad in. Eventjes wat dingetjes voor hem halen. Volgens mij gaat hij ook nog even naar de kapper. Maar goed, ik kijk weer naar buiten en het is gewoon weer lekker aan het sneeuwen. Dus we gaan gewoon weer sneuvelen in de stad. Ben je klaar om hier doorheen te gaan, Veetje? Let's go to the snow. Up, lekker capuchons op. Oh ja, die heb ik nu ook. Oeh, we zijn in de Zara en ik ga deze even passen. Truitjes, spijkerbroekjes. Ik heb de eerste broek aan, maar dit is dus altijd mijn probleem met broeken. Die bij mijn benen goed zit. En bij mijn middel veel te groot. Ik geloof me, het is echt heel moeilijk om kleding te vinden als je super klein bent. Want look at this. Dit is een XS. In deze kan ik lekker verdrinken, maar ik vind hem wel heel fijn. Want ik heb het altijd onwijs koud. En met deze heb ik dat sowieso niet. Deze is op zich wel lekker. En de broek zit ook goed. Veel te verwend. In januari neem ik je mee naar mama Kelly. Naar wat? Naar Hawaii? Naar mama Kelly. We hebben lekker broodjes gehaald. Vee wilde per se een speciaal broodje, dus hij heeft een heel brood gekocht. 21 euro voor 2 broodjes. Ja. Even snel een klein broodje eten. Jezus, Vee. Moest dat nou? Goedemorgen jongens, het is vandaag zondag. And welcome to Winter Wonderland. Ja. Zit gelijk wel weer helemaal onder. Ik hoop wel heel erg dat dit in één keer weggaat. Oké, gelukkig. Jeetje, ik denk ik doe mijn raam naar beneden. Valt natuurlijk alles naar binnen. Ik ben zo een sukkel. Oh mijn god. Oké, jongens, de sneeuw is echt geen joke. Ik heb echt al 5 mensen langs de weg zien staan omdat ze zijn gecrashed. Ik ben zelf ook al 3 keer bijna geglipt. En ik ben nog niet eens leus uit. Weet je wat het kut is? Het houdt ook gewoon niet op met sneeuwen. Dus het
gaat maar door. Ik was 7 minuutjes eerder dan Nikki. Dus ik dacht, weet je wat? Ik wacht gewoon even zodat we samen naar binnen kunnen. En ik heb even wat lekkers voor haar gehaald. Dus ik dan toch moest wachten. Oh, nou. Wat lekkers. Ik lig meteen op de grond. Nikki heeft voor het eerst gewoon helemaal niks op. Kijk nou, je ziet toch geen verschil? My little sissy. Oh man. Ik heb echt respect voor mensen in Zweden en zo. Mijn handen sterven ook gewoon af. Ja. Kerstkaart man, even passeren, even kerstkaart. Nou, dit is wel leuk hoor jongens. Allemaal kerstlichtjes. Oh, Nick, ben je klaar voor kerstkaart nummer 2? Oh. Ding, 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 ding. Ik vind dit zo vaag. Stel dat ik nou zo iemand ben die nu gewoon met de koffer weg wil lopen. Nou ja, weten we ook gelijk wat er gebeurt met koffers die weg zijn. Sneeuw betekent paniek in Holland. Kijk dan hoe druk, jongens. Alle vluchten zijn gecanceld. Er staan eindeloze rijen overal. En wat betekent dat, Nikki? Dat iedereen koffie komt halen. Gelukkig zijn we 2 uur te laat. Ja, mina lekko. Mina lekko. Girl, I got no time to waste, no. Yeah. I wanna love you right now. That's all. Het is 10:10. Kom op! Wat een zware dag, hè, Lucas? Shit, hey. Trek jij het nog, Kitty? Nee. Nee. En Tarzan is released. Oh. Ik heb je nog nooit met je haar los gezien. Wat heftig. Het ruikt zo lekker. Ruikt het lekker? Oh, het ruikt echt wel heel lekker. Echt lekker. Wow, het is ook veel langer dan mijn haar. Lucas' de knot zit altijd beter dan onze knot. Heb ik nog een knot? Goedemorgen jongens, het is vandaag dinsdag. Gisteren had ik gewoon sneeuwvrij van school. En ik heb vandaag wel les, maar echt maar 2 uurtjes en daar ga ik niet naartoe. Want Vee en ik gaan naar de spa. We hebben al heel lang de bonnen waarmee we kunnen gaan, gekregen van zijn mama. En we gaan nu dan eindelijk naar de spa. Wel echt heel veel zin in, want met al die sneeuw is het toch wel fijn om eventjes helemaal warm te worden daar. We zijn wel echt super laat, want we sliepen vannacht pas rond 3 uur. Want we konden gewoon niet slapen, we waren gewoon heel aan het kloten, filmen aan het kijken. En... ja, het was steeds 3 uur. En waarom 11 uur zouden we daar moeten zijn? En het is nu 11:30. Maar ja, volgens mij mag je gewoon inlopen wanneer je wil. Dus dat komt echt wel goed. Gekke sneeuw. Veetje doet het koude werk. Is gelukkig wel gestopt met sneeuwen, dus dat scheelt. Ben je klaar om helemaal zen te worden? Ja. We zijn een beetje laat, maar... ook heel laat, 2 uurtjes maar. We zouden daar om 11 uur zijn en we komen om 12:45 aan. Maar je gaat wel zien dat je daar wel een hele dag van zit. En Vee die denkt dat hij... dat hij aan 4 uurtjes genoeg heeft. Maar dat is echt niet zo. Ik heb wel zin in. Ik ben nog nooit eerder naar Spa geweest, dus... jij, toch? Nee. Dus ik heb ook al gestresst met hele leven. Ja, je hebt het harder nodig dan ik. Vee en ik waren een beetje naïef, want we dachten dat het vandaag dinsdag was en niemand er zou zijn. Maar we zitten helemaal aan het eind van de parkeerplek. Hè? Ja, iedereen heeft gewoon werk geskipt. Net als dat ik school heb geskipt. Ja, pak je, dit is toch sneeuw, hè? Maar die gaten in de weg zijn niet grappig, hoor. Ja, echt! De zwaluwhoeve. We made it. It's the before face. Hierna zijn we zen. Wat is? Ik zei, dit is the before face. Oh, wacht, the before face. Oh, deze. Jezus. Super flashy badslippers. Lekker heel veel saunetjes. Ja, gelukt. Toppie. Hoe vond je het? Op die vervelende man na? Ja, dat is lekker. Ja. Dat was wel fijn. We gaan zondag zelf de kerstboom zetten. Nee, niet zo groot. Wel zin in, ja. Nu weer lekker naar huis, hoor.